zijn hier in de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen. En de meeste toeristen die hier op bezoek komen, die hebben het vooral voor één bezienswaardigheid. Dat zijn de Rubensschilderijen. 220 jaar geleden, toen wij in oorlog waren met de Fransen en de Fransen ons hebben bezet, hebben zij na hun overwinning geëist dat wij de mooiste kunstwerken van ons zouden afstaan aan hen. En zij hebben die dus meegenomen naar het Louvre, jawel, waar die in de Grande Galerie prijkten als de topwerken die in het Franse Rijk te vinden waren. Omdat dan 20 jaar nadien, na de nederlaag van Waterloo, de Fransen dan toch de schilderijen hebben moeten teruggeven, ja, dan was het voor in Antwerpen heel groot feest, want onze schilderijen waren terug en daar zijn we nog na 200 jaar steeds fier op. Op 4 december aanstaande willen we, net zoals 200 jaar geleden, klokslag 7 uur 's avonds de klokken laten luiden als feestgedruis. En we hebben de ganse namiddag en ook de vroege avond een nocturne. Onze topagidsen zullen in de 5 deelnemende kerken rondleidingen aanbieden. En in bepaalde kerken is er iets extra. In de Sint-Caroluskerk wordt het schilderij van het hoofdaltaar weggenomen, teruggeplaatst. En ter afsluiting, s'avonds om 9 uur, zal de organist van de kathedraal hier een heel bijzondere compositie ten aanhoren geven. Als een soort evocatie van, zou zeggen, de emoties die er waren, van het verdriet, van het zien weggaan van de schilderijen en van het zien terugkeren. En ik zou zeggen, dit is een uitgelezen moment in een wat aparte sfeer van een nocturne, van een avondbezoek, om in een heel feerieke kerkruimte toch eens die toppers van kunst extra te bekijken. Op 4 december herbeleeft u het verhaal van de geroofde topkunstwerken uit verschillende Antwerpse kerken en hun terugkeer. Kom naar de gratis nocturnes en themarondleidingen. Meer info op antwerpen.be.